Hey kijkers van Ik Ben Je Game, vandaag een nieuwe episode van The Walking Dead Season 2. En zoals je ziet, we zitten nu in deze schuur en we moeten ontsnappen, soort van. Want ik heb medicijnen nodig. Ja, anders overleef ik niet, want ja, anders wordt geïnfecteerd en dan verander ik wel in een walker. Het was natuurlijk een hondenbijt, maar beet of bijt. Ga. Ik denk dat als ik moet, ik kan dit voor stitches. Ja, maar... Hé, wat is dat? Ja, laten we dat dan meteen openmaken. Cool. Misschien kan ik er via dat uit, maar... Nee, dat gaat ook niet worden. Oké, dan moet ik iets vinden wat me kan helpen. Nou, eerst even kijken wat ik hier allemaal heb. Want ja, kijk, anders wordt het geïnfecteerd. En dat kan natuurlijk niet. Want dan ga ik dood. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Oké, ja, ik ga gewoon overal even kijken wat ik kan gebruiken en wat ik niet kan gebruiken. Misschien zit hier wat in. Want ik moet mezelf natuurlijk wel beter maken. Anders ja, gaat het niet echt goed aflopen. Maar hier, dit. Die plank kunnen we met iets weghalen. Dus ik moet even iets vinden. Wat is dit? Een band? Nee, dat is niks. Daar kan ik ook niet veel meer mee. Hammer, tuurlijk. Daarmee kan... Ja, goed zo. Uh-oh. Hoe ga ik dat pakken? Ja, hier kan ik op staan. Cool. Denk ik. Ik hoop dat het sterk genoeg is. Oh, niet vallen, alsjeblieft. Oh... Dit gaat niet goed, denk ik, jongens. Ja. Auw. Auw. Bij mij gaat het ook nooit goed. Nou. Oké. Ik hoop dat het gaat. Oké, deze kunnen we tenminste gebruiken om ook ons te defenden, denk ik wel. Nou, oké, kijk, we moeten eigenlijk even in het huis gaan. Ze zei dat ze daar medicijnen hebben. Dus dat moeten we nu echt gewoon gaan doen. Oh, Q. ik hou echt van Q. Soms haat ik Q, nu vind ik Q wel goed. Hey! Hey! Ja. Oké. Daar zijn we. Ik hoop niet dat ik... Ja, er zijn nog walkers natuurlijk. Ja, het voor de spijkers. Klopt. Want ik moet het doen, anders wordt het erg. Walker. Oké, een needle, peroxide en some bandages. Oké. Nee, dat gaat hem niet goed worden. Locked, tuurlijk. Nee, dit is gevaarlijk, dat horen ze echt. Dit ook. Kan dat raam wel open? Ik moet gewoon verder kijken naar ingangen. Daar kan ik niet eens bij. Hier misschien wel. Hé, ja, daar. Cool. Want, ja, dat horen ze echt. En dan worden ze nog banger en dan word ik sowieso doodgemaakt. Als dat gebeurt. Ik heb mijn hamer. Oké. Oké. Oké, ik moet goed uitkijken. Oeh, best spannend, toch? Snel. Ik hoor, als hier een valkers heb ik echt een groot probleem. House meeting in 5 minutes. That's it. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Cool. Fine. Ik denk dat de hamer veel te veel lawaai maakt. Nee. Uh-oh. Had ik mijn hamer moeten gebruiken?
Is mijn mes gebroken. Oké, yes, ik ben in het huis. Dat is goed. Ik denk boven, ja. Oké, kom op. Oké, oh, dit ziet er best gezellig uit. Ze zitten waarschijnlijk te overleggen over iets. Ik hoop niet over mij, want... Ja, er zijn er nogal wat... Die niet voor mij zijn. Die mij dood willen hebben. Die het niet goed vinden. Wat? Oké, wacht. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in shit. You think we should bring her in? Oh, het wordt rood, het wordt rood, het wordt rood. Het wordt te rood. Wat zou er gebeuren als ze me zouden ontdekken? Ja, dan ga ik maar hierheen. Ik moet zoeken. Naar een naald, porkside of zoiets. En bannertjes. Wacht, hier was ik net of niet? Nee. Oké. Gewoon een. Nee, ik zie niks. Misschien een. Hey, die poster! Die heeft Raphael, ook van de Queer Game. Die heeft hij precies. Geloof me. Ik mag niet ontdekt worden. Best spannend. Oké, deze deur. Of kan ik nog verder naar achter? Oh, waar moet ik heen? Oh, ik kan hier. Ik moet eigenlijk naar een badkamer gaan. Daar zit het best. Oh nee, wacht. Nee, hier moet ik niet heen. Nee, ik moet terug. Oh, dit is echt een doolhof. Sorry, maar... Wow. Oké, zo ga ik dus terug met deze deur. Oh, ik zie daar een trap. Nu zie ik hem. Het is echt donker hier. Sorry, maar... Oké, nu weet ik waar ik heen moet. Ja, top. Boven zijn af en toe best wel vaak... Hey, ik kan rennen. Cool. Boven zijn best wel vaak ook badkamers en zo. Want daar moet ik eigenlijk gewoon heen gaan. Oh, dit maakt zoveel lawaai. Te veel. Oké, alle kamers gewoon even bekijken. Voor stitches en zo. Ja, badkamer. Chill. Spiegels zijn eng. Oh, wacht. Er zit wat achter. Yes, een naald. Zo'n ding heeft mijn oma ook. Waar kan ik die bewaren? Cool. Lekker. We waren daar. Oh, still need some bandages. And something to keep it from getting infected. Oh ja. Tuurlijk. Die dokterskamer, man. Oh, fuck. Waar moet ik me verstoppen? Shit, ik hoop dat dit goed is. Alsjeblieft. Holy fuck, ze is wel zwanger. Oh, ze hebben water zelfs. Dat is best wel zeldzaam, toch? Let it be okay. Let it be his. Oh, dit gaat deze kant op. And let be his. Oh mijn god.
Dat is. Ik moet aan de serie denken. Voor alle kijkers die ook de serie kijken, jullie denken dat ik wel weet wat ik bedoel. Maar anders, of het wel van de goede vaders is het. Zou ze vreemd zijn gegaan? Tam tam tam. Oké, kom op. Nou, die kaartjes zijn wel echt sfeermakend. Bedroom, door. Holy shit, ik schrok. Zo. Nee, klopt. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Ik ga niet vertellen. Help me and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. Ja, dat doet het ook. Nogal. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it up and something to wrap it with. Clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. Good. Thank you. I'm Sarah. Ik ben Clementine. I'm Clementine. We're friends. I haven't met another girl my age since way before. Yeah. To be the only girl, you know. Rebecca is okay, but she's old. And that's it. Yes. We are friends. Yeah. Ik hoop het. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? I promise. Oh, nee. Me too. Friends. Ik hoop niet dat dit de verkeerde weg gaat. Dat ik er ooit moet verraden. Holy shit. Dat soort keuzes moet je maken in deze game. Het is echt hard. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Oh, wow. I think this is it. Cool. That'll work. You can't do that. That's mooi. Someone will find you. Don't worry. I won't. Ik heb nog bandages nodig, maar die waren op volgens haar. Hoe ga ik dat doen? Thanks, Sarah. Gave game. Oké, ik ga naar beneden. You still need bandages. Deze kamer heb ik nog niet gezien. Wauw. Ja, als ik in de dokterskamer kijk, misschien in een van zijn laadjes, ja. Board game. Locked. Ik kan ook kleren gebruiken. Er zijn namelijk, je kunt zeg maar kleren eromheen doen, toch? Rex. Exactly bandages, but they should help stop the bleeding. Top, dat is precies wat ik nodig heb eigenlijk. Nope. Ga ik niet doen. Waarom? Die is van iemand. En als ik nu heb ik dit. En als ik er morgen nog ben en ze fouilleren me en ze zien dat horloge in mijn zak of zoiets, dan ben ik echt de pineut. Dus nee, dat ga ik gewoon niet doen. Veel mensen kunnen dat doen, maar nee, dat ga ik gewoon niet doen. Zoals ik al zei, bij bijna elke episode, je hebt vertrouwen nodig in deze game. En anders red je het niet, echt niet. Stel voor ze ontdekken me nu, dan snappen ze dat ik deze dingen pakte, maar ze zouden niet snappen als ik dat horloge had gepakt. Dat horloge is ook gewoon van iemand. Oké, daar ga ik. Best spannend. Oh,
Oh, ik ben weer terug. Cool. Oké, dit moet ik nu wel doen. Maar dat gat moet dicht. Er komen walkers door of zo, toch? Oké, mensen. Dit is niet voor elke kijker geschikt. Dus ja, ik denk dat ik nu wel weet wat er gaat gebeuren. Ik moet mezelf stitchen. Dat wordt meestal gedaan ook... Gewoon een hechting heet het ook. Dat wordt meestal gedaan zonder... met verdoving, maar in een echt ziekenhuis. Maar dat hebben we nu niet. Dus voor de emotionele kijkers... Dit moet je misschien even doorspoelen. Maar niet te veel overdoen, dat mag niet. Je moet het eigenlijk op een doekje doen. Kan ik het... Nou... Oh, fuck. Clementine. Nou, het is wel schoon. Oh, nee. Dit wordt heel erg, jongens. Nou, de fun part. Leuk. Oh, fuck. Zou dat genoeg zijn? Oké, mensen, kijk weg als je er niet tegen kunt, alsjeblieft. Ja, dit is erg. Ik krijg rillingen, echt hele erge. Ik moet eigenlijk niet zoveel lawaai maken, maar ik snap dat ze dat doet. Er zijn namelijk walkers, toch? Oh, fuck. Nou, ik ga tenminste niet dood, toch? Oh, jongens, moet dit zo ingezoomd? Oh. Laatste, toch? Nee, ik moet er nog geen doen. Nu bandages, snel. En dan dat gat, ik vind het echt eng. Er komt wat, sowieso. Ik wist het. Nou, wat is... Nee! Ik kon niet... Ik weet niet of het werkt. Shit! Q! De hamer, waar is mijn hamer? Oh, shit. Oh. Hamer. Dit is niet... Oh, hij zit in het anker.
Still not bitten. Prestatie een gen dat still not bitten. Mag ik nu naar binnen? How did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? I'm still not bitten. Ha! I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Yeah. Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Ik haat haar. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurkers sneaking around out here. We better get inside. Yep. Heb ik hungry? Ja, mis wel. Oké, wauw, dat was intens. Gelukkig waren ze er wel, anders had ik hier nog een nacht moeten zitten. Nu heb ik een goede plaats, denk ik. Ja, dat geweer hoeft niet in zijn armen te komen, denk ik. This might hurt a little. How she look? Their suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So it wasn't. Oh, sorry voor al die kleine dingetjes, rechter. Sorry. Fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Wow. Nou ja, er zit wel wat lekkers omheen. Ik denk dat dat verband in de kast zat die op slot zat. What do you mean? You manipulated my daughter. Nee. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt. But there nee. Are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. Wat is er met die dochter? She knew how bad the world is, what it's really like out there. She would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Yeah. Wow. Oké, okay, ik ben binnen. Ja, aardige man. Brought you some food if you're hungry. Yummy. Yummy, yummy, yummy. That's gonna leave one hell of a scar. Better than losing it. Well, you can say that again. Scars, they're way cooler than stumps. Definitely. Leuk. Heel cool. Ik wil meer over hem weten. Wat is er met hem? Hey, look. I just want to say I'm sorry for dankjewel. For being a dick out there. I got kind of aggro and that was definitely not cool. Dankjewel. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... We had a bad experience once. We've all had bad experiences. Mensen willen daar liever niet over praten. En dat snap ik. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. Okay, we could do about it. Kijk, ik wil ook wel eens vertellen over wat er met Lee is gebeurd en hoe het is geëindigd. En misschien, wat is hun reactie erop? Bad things have happened to everyone. Zo, zo, zo.
Ik vind die kaarsjes wel mooi gemaakt. Het zo, ik vind deze game zo mooi. Het is gewoon zo goed. Echt waar. Maybe I could stay here for a little bit, if that's all right. I've got no problem with it. Cool. Do you think everyone else will be okay with it? Well, they'll just have to deal. Besides, it makes sense to let you heal and take some time to sort things out. At least for a little while. Yeah, ik vind hem echt het aardigst. Hij is zo cool. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Hey, I'm sorry. No, I shouldn't have asked. My parents went on vacation and ik wil over Lee praten. And they never came back. Hoe goed hij was. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Dat was erg. I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it, but it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. He was. Yeah, he was. Oh my god, wat deze game met je kan doen is echt verbazingwekkend. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner. Wouldn't that be nice? Yeah. Ah, zeker. Hallo. Hij komt ook wel voor me op. Ik vind hem ook waardig. Om. Oh, you're still here. Oh, ga weg. Gooi jezelf weg. Bleh. I wouldn't get comfortable if I were you. Ik haat haar echt zo erg. Oh. Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. You should probably think about being nicer to me. That's just my advice. I knew you were going to be a fucking problem. You got what you came here for. Now go. Okay, mensen, kijk. Ik kan aardig doen tegen mensen, maar als ze beginnen gewoon niet aardig tegen mij te doen, dan hoef ik dat ook niet tegen hun te doen. Ik vond dit goed. Ik weet niet of het slim was, maar het was wel nodig. Had it out. Man. Maar mensen, hier eindigen we deze episode van The Walking Dead. En ik vond die laatste reactie. Whose baby is it? Ze viel even stil. Oeh. Ik weet niet of het slim was, maar het was gewoon nodig, toch? Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben Game. Like en subscribe. En tot de volgende episode van The Walking Dead Season 2.